Kameraden. Kameraden. Ik hoop dat jullie mij allemaal kunnen horen. Ook Gerard Verhaal, want jullie zijn er met ongelooflijk veel afgekomen hier vandaag naartoe, met ongelooflijk veel deugd. Kameraden, de rechtbank heeft het vonnis van eerste aanleg, of het Hof van Beroep heeft het vonnis van eerste aanleg bevestigd. Kameraden, er zal nooit een rechtbank zijn die onze acties zal verhinderen. Vanaf vandaag gaan wij verder. Kameraden, artikel 23 van de grondwet bepaalt dat eenieder recht heeft op het menswaardig bestaan. Onze acties dwingen dat menswaardig bestaan af. De vakbond is er om artikel 23 van de grondwet af te dwingen. Zonder acties bestaat geen menswaardig bestaan en die acties gaan vanaf vandaag verder. Kameraden, er is geen rechter, er is geen procureur, er is geen vonnis en er is geen arrest die de vakbeweging klein zal krijgen. Ik ben niet de eerste vakbondsleider die wordt veroordeeld en spijtig genoeg zal ik ook niet de laatste zijn. Maar dat laat ons niet uit ons lood slaan. Wij blijven de vuist gebald, het hoofd gericht, schouder aan schouder, vechten voor rechtvaardigheid, wat deze rechtbank vandaag ook heeft beslist, want het is maar een rechtbank. Zij oordeelt niet over onze syndicale actie en zij oordeelt ook niet over de rechtvaardigheid van onze syndicale eisen en van onze syndicale acties. Samen sterk, leef het ABVV! Ja.